Wat? What the fuck? Waar zit hij? Ik zie hem toch niet? Ja, dit is niet eerlijk. Nee. Ja, waar zit hij dan? Jongens, ik zag hem toch niet? Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe Potje Moeder Earth episode van Ook Snel. Jongens, in de vorige episode had ik gestopt, net voor dit stukje. We staan namelijk bij de Forced Gate. Ik ga bijna Mirkwood in, maar ik had een soort klein cliffhangertje. Want ik ga dus nu de Forced Gate echt daadwerkelijk in. Jongens, ik heb geen idee wat mij allemaal in Mirkwood te wachten staat. Maar op zich zijn we al best dichtbij Erebor. Want dat zit helemaal hier. Dus als we helemaal dit pad gaan volgen, zo helemaal zo. Hier gaan we een dikke bocht in. Hier komen we trouwens in normaal Mirkwood. Dat is wel tof. En dan gaan we zo. En dan komen we hier bij Long Lake. Dale is ook super tof. En dan uiteindelijk bij Erebor. Dus jongens, eigenlijk zijn we al best dichtbij. Kijk, we kwamen helemaal van. Even kijken. We kwamen helemaal van hier. En we hebben al helemaal dit zo gedaan. Woep. En ik heb hier natuurlijk gefast-traveled dit stukje. Of waar was ik hier ergens? En ik heb dit stukje gefast-traveled. Maar we zijn er bijna. Jongens, we zijn bijna in Erebor. Ik ga nu in ieder geval Mirkwood in. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik heb geen idee. Mijn. Oh, damn. Stay on the path, jongens. We krijgen meteen een achievement. Alright. Mijn. Zwaard is wel aan het blauw gloeien, oftewel dat betekent dat er wel orks in de buurt zijn. Maar ja, dat kan ook niet anders. Ik zie in ieder geval al heel veel spinnen. Oh my god. Ja, yep, en ze komen er ook meteen aan. Holy shit, deze is snel. Oh my god, Mirkwood spiders zijn snel. Damn, die kwamen er snel aan. En deze is ook fucking huge. Ik hou niet van spinnen. Elven champion en wood elven champion. Oh yeah, bam. Nice. Alright, jongens, kunnen we gewoon doorgaan? I don't know, we moeten op het pad blijven, jongens. Stay on the path. Dat, net als in de film, stay on the path. Oh god. Oké, jongens, ik heb geen idee. Heb ik torches trouwens? Voor het geval het donker wordt. Ja, ik heb torches. Oké. Dat is chill. I don't know. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dat is een klein spinnetje. Heel klein spinnetje. Weet je, laat ik gewoon doorlopen. Laten we gewoon niet ons af laten leiden door de spinnetjes. Gewoon, weet je, is niet nodig. Tenminste, tenzij ze fucking huge zijn, dan moet ik ze natuurlijk wel even afslachten. Maar, jongens, weet je, in het begin, of in de film natuurlijk, valt het in het begin ook nog allemaal hartstikke mee. Maar hoe verder ze komen, hoe slecht het gaat eigenlijk in Mirkwood. Maar we zullen het gewoon zien. Er zit echt ook gewoon een mist. Gewoon echt een donkere mist. Het is niet mijn render distance die zo klein is. Maar het is gewoon serieus de mist. Of zeg maar in Mirkwood zelf. Gewoon, dat hoort erbij. Dat hoort er gewoon bij. Ik zie daar licht trouwens. Ik weet niet of dat iets is. Maar we zullen het... Huh? Waar ging die spin nou ineens heen? Huh? Of was dat... Huh? Wat? Of was dat nou... Huh? Ik weet niet hoor. Maar het leek wel even alsof ik een spin sloeg en die gewoon verdween in één keer. I don't know, jongens. Misschien zie ik het ook wel gewoon. Oh shit, die kleine is snel. Nee, maar die kleine is snel, gek. Oh, ik moet wel eten trouwens. Oh. Oké. Spinnen doen best wel veel damage. Oké. Oh, en hier is lava. Nee, dit is veilig. Nee, oh. Please, duw niet in de lava. Holy shit. Oké, mag ik even regenerate? Lemmes bed. Please, doe hem helemaal vol. Please. Oké, hij is helemaal vol. Oh my god, ik hoor overal spinnen. Wat is dit? Waarom zit hier... Please, hit me niet. Hit mij. Ik ga dood. Ik zit in de kopweb. Oh nee. Als er nu spinnen aankomen, ben ik fucked. Oké, ik ben daaruit. Jongens, ik moet regenerate. Ik kan niet door. Ik heb ook geen end draft meer dat regenerate. Ah, please. Ik kan ook nergens schuilen. Ik kan wel hier gaan staan, maar dan zit ik bijna in het kopweb. Kan ik dit even kapot maken, snel? Ah, dat duurt ook vet lang. Come on, ik wil... Nee. Please. Laat me even regeneraten, please. Ben ik gepoisoned? Ik ben gepoisoned. Fuck you, spinnen. Please. Oh, het is alweer weg trouwens. Maar oké, het zal wel. Yo, what the fuck? Die kleine die geeft ook geen fuck. Ik ga dood. Ik ga serieus dood. Ik ga dood. Ik heb nog maar 1,5 hartje. Ik ga dood door die kleine. Ik ga niet dood door die kleine. Ik ga doorrennen. Jongens, nee! Oké, Mirkwood is moeilijk. Oh, nice. We kunnen even schuilen in het hoekje. In het hoekje. Jongens, we staan in het hoekje. Zou ik dit nemen? Maar dat regenerate toch niks? Nee, niet echt. Oké, ik neem het gewoon. Ik weet niet wel, maar ik neem het gewoon. Get out of here. Oh, het stuit het helemaal. Ik gooi het wel in de laag. Oké, dat is weg. Oh, regenerate het wel? Of niet? Er kwam ineens heel snel iets bij of zo. I don't know. Jongens, het leek even zo. Oké. Kan ik even sneller regeneraten, please? Oh, ik heb gewoon echt... Oh, wacht. Ja, dit... Oh, dude. Atlas Brew geeft regeneration. Ja. Oh my god. Nee, en ik heb al die andere Atlas Brew laten staan. Weet je, nog in de vorige episode, jongens. Ik heb dat laten staan toen. Omdat ik zei dat ik het niet nodig had. Maar ik zag niet dat er ook regeneration bij zat. Oh my god. Dat is stom. Ah, ik dacht dat er geen regeneration bij zat. Ik dacht, zie je, wow, ik ben fucking sterk nu. Damn. Dat was gewoon een one hit. Check dit. Hey, check dit. Oh. Kijk hoe sterk ik ben. Ah, ik ben zo dom dat ik geen Atlas Brew mee heb genomen. Ah, ik kan niet terug. En dan moet ik weer terug fast travelen en dan weer hierheen.
Nee, dat is veel te ver. Oh my god. Maar dude, ik ja, one hit of two hits er gewoon. Kijk. Hey. Jongens, ik ben zo sterk. Oh my god. Laten we gewoon snel doorgaan nu ik dat shit nog op me heb. Oh, nee. Oh. Even tussen de kopwebs door. Ik ben ook een stukje sneller, merk ik. Super chill. Kan ik jou one hitten? Nee, niet. Jou wel dan. Hey. Dude, hoe lang duurt dit nog? Ah, half minuutje nog. Meh. Maar ik moet sowieso ook meer die end shit gaan gebruiken, merk ik nu. Gewoon omdat het super chill is. Ik bedoel, ook gewoon als je aan het lopen bent en er zit iemand achter je aan, zoals deze faggot hier. Oh. Huh? What? Kaas, hij is hier dus de... Jongens, ik zweer dat je die raakte hem. Jullie zagen hem. Jongens, kijk het terug. Nu. Die raakte hem. Ik zweer dat je. Hij kwam daar recht bovenop en hij kaaste af. Dat was een hard spinnetje. Dat was een heel hard spinnetje. Oh, sodemiet erop. Ah man, die kleine zijn nog erger dan die grote. Gewoon omdat ik hem niet kan raken. Damn, is het weg? Het is bijna weg. Meh. Oké, wacht. Oh, hier kunnen we even wat lozen. Mystery web. Ik hoef je niet. Oh, wacht. Kunnen we dit kapot maken? Ik hoorde trouwens iets. Kun je dit kapot maken of zo? Oh. Ja, dit kun je kapot maken. En dan komt... Yo! Dat is wel niet de bedoeling. Ik wist dat je met mystery webs kon je kapot gooien of zo. En dan kwam er wat uit. Maar dit heb ik allemaal niet nodig, jongens. Ik bedoel, het is golden nugget. Ik bedoel... Dat hebben we niet nodig. Al de troep even weg. En dan wil ik even wat uit mijn end draft zakje halen hier. Dit spul, ik heb dit nodig. Ik moet dat meer gaan gebruiken, dat merk ik nu echt. Dus dan zetten we dat gewoon hier neer, hoppakee. En ik neem er gewoon, laten we gewoon nu weer eentje nemen. Want je hoeft ook niet zorgen te maken dat we vet snel doodgaan ofzo. Omdat ik gewoon sneller ben en ik heb gewoon meer attack damage. Dus gewoon super chill. Yo, trouwens, Murgwood wordt nu een beetje roodachtig. Of is dat omdat het donker wordt? Wow, dat zijn veel spinnen. Oh my god, dat zijn veel spinnen. Huh. En ik one-hit ze allemaal. Get out of here. Sit down. Get wrecked. Holy shit. Dat ging wel hard hoor. Oh. Oké, die end-draft is inderdaad ook wel sterk, merk ik nu. Maar. Nee. God, dat meen je niet. Nee. Ja, en nu? Wat moet ik doen? Moet ik slash back doen? Oh, ik weet niet of jullie dat erg vinden. Ik weet dat sommige mensen dat erg vinden als ik slash back doe. Oh, wat moet ik doen? Moet ik het doen? Jongens, moet ik... Oh, anders moet ik weer helemaal vanaf het begin van de... Jongens, ik ga... Oké, jongens, weet je, ik doe het voor jullie. Anders moet ik weer helemaal teruglopen. En dat is ook niet leuk om te kijken in... Yo, wie is dit? Ibenman123. Wat de hel doet hij hier? Ik ga wegrennen, ik vertrouw hem niet. Maar, ik doe het voor jullie. Ik doe het voor de video. Anders moet ik weer helemaal teruglopen. En vast even en bla bla. Is niet heel leuk om naar te kijken. Dus ik doe het voor jullie. Jongens, sorry dat ik slashback doe. Ik weet dat andere mensen dat niet kunnen. Waarom zit hier een ork? Ik vertrouw het niet. Hey, hier zit iets. Nice. En een grote spin. Get out of here. Oh, ik heb ook geen end-draft spul meer aanstaan, hè. Dat is ook een beetje minder. Yo, waarom zijn het er meteen weer zoveel? Doe even rustig of zo. Ik ben er net weer. Jesus. No. Oh. Oh. Wow. Dat was close. Holy shit, dat was close. Oh, wat is dit voor vlag? Murkwood vlag. Oh my god. Kan ik even gewoon chillen hier? Hé, doet niks. Dat is server lag. Ja, het is server lag. Get out of here. There we go. Oké. Okay. Wow. Jesus. Ik sprong bijna in de lava. Dan was ik echt fucked geweest. Oh, really? Donkel door, orks. Are you serious? Ik ga dood. Ik ga weer dood. Nee. Really? Oh my god, ja maar, ah, oh, maar, ah. Oh. I'm sorry jongens, ik gebruik het nog een keer. Gewoon omdat ik anders zo ver terug moet lopen en dat is gewoon niet leuk om naar te kijken. Weten jullie ook, jongens, sta. Niet boos zijn, oké? Okay? Dus ik ga nu snel zo'n ding drinken en ik moet die spanners kapot krijgen. Ik moet die spanners kapot maken, oké. Okay. Ja, oké, dat is 1. Dat was net op tijd, want vlak daarna schoot hij op mij. Dio kapot. Zijn het echt 4? Oh nee, het zijn er 3. Oké, dat gaat nog. Oké, geen mal XP. Noise. En we hebben weer een chest. Een chest bedoel ik. Wacht, ik ga dit eerst even kapot gooien. Hoppakee. Wat komt eruit? Een iron helmet. Die heb ik niet nodig. Arrows zijn wel handig. Maar een iron helmet? Nee, dat heb ik niet nodig. Ja, daar is iemand anders. Dat is Ibenman of zo. I don't know. Ik ga er geen aandacht geven. Oké, dit kunnen we allemaal wegdoen. Warkbow mag weg, dit mag weg. Orksteel ingots hebben we nodig. Jazeker, zilver ingots hebben we nodig. Ja, dat was niet echt speciaal. Wat moet ik met orksteel ingots? Ingot, sorry, ik zeg het weer verkeerd. Oh, dat was... Ah man, ik moet nu al die troep weer oppakken. Ik vind dat zo irritant. Heb ik weer iets opgepakt dat ik niet nodig heb? Ja, get out of here. Get out of my... Oh,
Waar komen die kleine spinnetjes nou weer vandaan? Ik heb geen idee. Nee, ik ga TP accept niet doen. Ik ga geen TP accept doen. Ik ben aan het opnemen, bruh. Ik moet naar Edibor komen. Ik moet snel naar Edibor komen. Hier, neem rond een flash. Spin, neem rond een flash. Neem dat, neem niet mij. Oh, hier is een open plekje. Wauw, dit is cool. Hé, hey, dus, what? Er loopt hier serieus gewoon een... What? Ik weet niet of Leon dit gedaan heeft of dat het echt serieus in de mod zit. Dat er zo'n dik lavapad zit. Ik ga dood trouwens. Ik heb een half hartje. Ik ga dood. Nee. Hoezo ziet hij mij? Oh nee. Oh, hij zag me waarschijnlijk niet. Maar hij is wel dood. Oh, ik dacht dat hij op me afkwam. Holy shit. Oh, ik heb brood. Oh, gelukkig hebben we nog eten. Ik was bang dat ik al het eten... Dat ik geen eten meer had. Laat die even killen, jongens. Here we go. Oké, dus ik zag een chest staan. Er zit waarschijnlijk weer een boek in. Maar wat de hel is dit, man? Dik lava hier. Nee, kleintje. Oh, oké, ik raakte hem. Of ik had hem in ieder geval gekild voordat hij mij had geraakt. Want ik wil gewoon geen damage nemen. En we hebben weer een mystery web. Wat zit erin? Nou, wat de hel? Een leather cap. Get out of here. Ga even in de lava in. Dat hebben we allemaal niet nodig. Hop, there we go. Oké, jongens. We zitten hier echt bij een dikke lava iets. Oh, dit is een brug trouwens. Hoe kom ik dan naar de overkant? Hallo? Oké, misschien moeten we dat boekje lezen. Dan komen we dan meer te weten. Lijkt me handig. Mirkwood Spider, sodemiet erop. Oh, man. Nee. Please. Oh, die kleintjes ook gewoon meteen weer. Jesus. Oké, snel in de chest kijken. Come on. Brief. Er zit een brief in. Wat de hel? Oh, ga me niet in de lava duwen. Ik dacht het niet. Oké, we hebben een brief. Ik ga hem gewoon hier lezen. Het moet wel veilig zijn, toch? Oké, snel. Damien, er was een ambush. 3 mannen zijn gestorven. Er komt een spin aan. Wacht even. Fuck you. Nee. Get out of here. Jij ook, kleintje. Ah, die kleintjes raken hem altijd. Oké, kan ik hem lezen nu? Oké. Damien, er was een ambush. 3 mannen zijn gestorven. Een groep Mordor orks heeft ze afgeslacht. Hun kamp is gelegen bij de Enchanted River. Ze hebben het voorwerp bij zich. Ik hoorde ze praten. Vast wel van naar de locatie en slag ze af. Ik hoop dat ik u nog in levende staat kan ontmoeten. Wat? Wacht, wie schrijft dit? Een brief van wie? Ik weet niet waar dit over gaat. Wie is dit? Een ambush? Hallo? Wat is er gebeurd? Jongens, wat de hel? Wacht. Oké. Nog een keer, jongens. Even rustig. Er was een ambush, oftewel een hinderlaag. Voor de mensen die geen Engels kunnen. Er was een hinderlaag. 3 mannen zijn gestorven. Een groep Mordor orks heeft ze afgeslacht. Oké, dus 3 mannen van iemand zijn aangevallen door Mordor orks. Maar van wie is deze brief? Ik weet niet. Ik hoop dat ik u nog in levende staat ontmoet. Ja, maar ik weet niet wie je bent, bro. Oh my god. Waar zit hij? Kleintje. Huh? Wat? Yo, what the fuck? Waar zit hij? Ik zie je toch niet? Dit is niet eerlijk. Nee. Ja, waar zit hij dan? Jongens, ik zag hem toch niet? Wat? Nee, jongens, kom op. Dit mag. Ik zag hem niet. Come on. Ik zag hem niet. Dat was niet eerlijk. De spinnen waren onzichtbaar. Cheats. I call cheats. De spinnen cheaten. Waar is hij dan? Er zit hier een spin. What? Stop! Ik hoor hem ook nog kruipen gewoon. Oké, laat maar zitten. Laten we dit weggooien. Jongens, dat is niet eerlijk. Ja, ik word gekild door een invisible spin. Dat is niet chill. Mystery Web, weet je, hebben we toch niks aan. Laten we dat gewoon weggooien. Oké, maar hoe ga ik hier naar de overkant komen? Dat is wel een ding. Moet ik even uit de game mode. Ik hoor hem weer op me afkomen. Ik hoor hem krioelen. Stop! Dude, ik kan je niet zien. Er zit een onzichtbare spin achter me aan. Ja, deze kan ik wel zien. Maar alsnog zijn ze wel irritant. Ik word gewoon... Het is toch niet eerlijk? Ik word gekild door een onzichtbare spin. Ik zie hem niet. Ik zie hem gewoon niet. Ja! Oh nee, ik was vergeten dat ik in de lava ben gevallen. Oh. Oké, jongens, wacht even. Dit is niet eerlijk. Ik kun jullie niet boos op mij zijn voor dit. Ik zie hem niet. Weet je, ik ga even helemaal hierheen vliegen. Wacht, ik ga de andere kant op. Jongens, ik word gekild door een onzichtbare spin. Dat is zo niet... Oh, kijk, hier kunnen we... Oké, ik hoop dat ik ver genoeg van dat beest af ben dat hij me niet gaat killen nu. Of dat hij me niet ziet. Oké, ik hoor niks krioelen. Wat was dat, man? Onzichtbaar spinnetje of zo? Of hij was vet groot, dat hij boven me zat. Nee, hij zat niet boven mij. Wat de hel? Ik heb geen idee. Hopelijk zitten er niet nog meer onzichtbare kleine vreselijke irritante spinnetjes hier. Jongens, laat ik weer even zo'n N12 ding nemen. Heb je dat allemaal weer opgedronken? Really? Oh shit, dat is irritant. Oké, ik pak er weer 2. En ik neem er eentje. Ik moet er eentje nemen, jongens. Anders ga ik veel te snel dood, merk ik. Echt net ook gewoon... Ja, ik werd er lava ingeduwd natuurlijk, maar toch. Damn. Maar wacht, ik moest fast travelen. Ik hoef hier helemaal niet heen. Oké, jongens, ik moet even naar het briefje luisteren. Ik moest fast travelen naar iets. Ik ben de naam vergeten. Laten we even snel lezen waar ik heen moest.
Enchanted River. Enchanted River. Oké. Okay. Laten we kijken waar dat ligt, jongens. Waar ligt Enchanted River? Hier? Oh, daar. Het zit serieus hier. Oké. Okay. Laten we fast travelen. Fast travel in 10. Don't move. Alright. We gaan niet bewegen. Hopelijk word ik niet aangevallen. Kom op. 4, 3. Snel, snel, snel. Niet. Geen spin. Ja. Oké. Okay, nice. Alright. We zijn bij de Enchanted River. Ik denk dat ik weer naar het oosten moet. Dus dat is weer die kant op. Deze kant op. Ja, inderdaad. Wauw. Dus hier is een kamp van Mordor Orcs, blijkbaar. Oké, dat is interessant. Dit is echt een supergroot meer. Of nou ja, wat is het? Lake, Enchanted Lake. Het is een riviertje, maar wel heel groot, heel breed. En hier komen we weer op land aan, zie ik. Nou, what the hell. Jongens, ik ben al steeds een beetje van dat onzichtbare spinnetje. Wat was dat? Wat was dat? Wat raar beest. Ik heb serieus gewoon last van mijn keel nu, omdat ik net zo hard aan het praten was en aan het half schreeuwen was. Dat was heel vervelend. Ik raakte helemaal in de stress van dat kleine spinnetje. Bleh, weg ermee. Oké. Dus hier moet ergens een Mordor-kamp zijn, neem ik aan. I guess, jongens, I don't know. Moet hier dan ergens een Mordor-kamp zijn? Oh, wow, wow, ik zie een vlag. Is dat een vlag? Wat is dit? Oh, hier is een muurtje. Dit moet een muur voorstellen. Waar? Dit lijkt op een soort poort. Waar ga ik nu in? Hallo? Ik vertrouw het niet helemaal. Hey, wat zit hierin? Nog meer. Wie is dat? Ik ben man. I don't know wie dat is. Kan ik deze chest openen? Nope, waarschijnlijk zit er ook niks in dan, hè? Nee, oké. Het zal wel. Het zal wel. Oh, dude, dit is een dik kamp. Is dit een Mordor kamp? Moet dit dan een Mordor kamp voorstellen? Wat? Is dit hun kamp? Maar het is helemaal leeg. Het is helemaal leeg. Jongens, dit is interesting. Dit is een beetje raar. This is... Oh, hij heeft een dik... Wow, yo. Oké, thanks for the coins, bro. Thanks. Holy shit, dat is veel geld. Of coins. Jongens, nu ik al dat geld heb, hè. Ik moet... En het paard. Mag ik je paard hebben? Oh, dat is chill. Nice. Jongens, we hebben een paard. Thanks. Shoutout naar die dude. We hebben een paard. Oké. Maar ik zat net te denken. Ik heb heel veel coins. Misschien moet ik weer een leger halen. Misschien is dat een goed idee. Maar dan moet ik helemaal terug naar Gondor. Dat is dus ook heel irritant. Dit paard is wel vet snel, merk ik trouwens. Holy shit. Moet je kijken. Nyaar. Waarom is hij zo snel? Dit paard is super snel. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Kijk hoe snel die is. Dude. Heeft hij speed? Dit paard heeft sowieso drugs gehad of zo. Moet je kijken, gek. Oké, heel chill. We hebben een paard. Jongens, ik ga de episode hier eindigen. In de volgende episode gaan we verder in Mirkwood. Ik weet niet wat dat kampje net was, maar dat zullen we vast wel achterkomen. In ieder geval, jongens, als jullie deze episode leuk vonden, druk op dat blauw duimpje omhoog. Ik ben heel blij met al jullie support op deze serie. Jongens, even allemaal bedankt aan jullie allemaal. Jullie zijn allemaal awesome. Ik ga in ieder geval de volgende episode verder. We hebben dus een paard gekregen van die dude. Ik heb vet veel geld. Misschien moeten we maar weer een keer een leger halen. Maar dan moet ik weer helemaal terug naar Gondor. Dus, I don't know. Die brief, ik vind hem nog steeds een beetje raar. Het zal wel, we zien wel jongens wat het betekent. In ieder geval, gaan we allemaal in de volgende episode ontdekken. Dus jongens, nogmaals, bedankt voor het kijken. En het enige wat ik al ga zeggen is jongens, later.